De Waalkade in Nijmegen worden woensdag en donderdag boringen van 15 meter diep uitgevoerd. Dat gebeurt in voorbereiding op de werkzaamheden die in augustus beginnen. Na de Vierdaagse beginnen de werkzaamheden aan de kade. Het gedeelte tussen de veerpoorttrappen en de Grote Straat wordt licht aflopend en krijgt gras en bomen. In het verlengde van de veerpoorttrappen komen zittrappen, waardoor er een podium bij het water ontstaat. Na de herinrichting kan er geen doorgaand verkeer meer over de Waalkade rijden. De werkzaamheden duren volgens de planning nog tot het najaar.